We gaan het hebben over een expositie. Die is afgetrapt in Almere, 9 oktober was dat al. Maar het is een soort reizende productie. We gaan er alles over vragen aan Teunis Ruiten, de kunstenaar. Goedemiddag, Teunis. Goedemiddag. De voorstelling, we hebben zo vaak... De expositie heet Extremely Normal. Ja. Nou, wat is het voor productie? Vertel dat eerst eens eventjes. Nou, we hebben verschillende Flevolanders uit de LBTI Plus gemeenschap. Wat is dat voor de mensen die dat niet weten? Ja, LBTI Plus is dus, staat voor lesbisch, homo, bi, trans en intersex en plus voor alles wat meer. Ja, want je mist volgens mij nog een letter, want de Q zit er toch ook wel eens een keer bij? Q, A, P, ja. En waar staat dat dan allemaal voor? Nou, dat is vervangen door die plus. Ja, dat is vervangen door die plus. Makkelijk, dan alles wat er nog bij komt zit allemaal in die plus dan. Inderdaad, ja. En daar hebben we mensen gevraagd van wat is je passie, waar ben je mee bezig? En of dat dan hun werk is, of een verzameling, of een hobby die ze hebben. En daarmee hebben we ze geportretteerd en geïnterviewd over die passie. En die portretten die zijn te zien in deze expositie en die interviews. Ja. Zoals al gezegd, in Almere is die expositie begonnen. Nu is die geopend in Lelystad. Ja. Door de wethouder. Iedere keer is er ook weer een speciaal moment om die expositie te openen. Hè? Ja, het idee is dat we dus de 6 Flevolandse gemeentes afreizen. Dus we zijn inderdaad gestart in Almere, nu in Lelystad, Regenboogstad. Ook geopend door de wethouder. En in elke gemeente is inderdaad een speciale opening. Deze keer stond hij dan in het teken van Transgender Gedenkdag. Ja. Je hebt ook meegelopen met de Stille Tocht volgens mij. Ja, we hebben de Stille Tocht inderdaad georganiseerd. Waarom heet het Transgender Gedenkdag? Ja, dat is een dag waarbij internationaal stilgestaan wordt bij alle transgender personen die vermoord zijn in het afgelopen jaar. En dat is iets wat... Gedenkdag. Ja. Zo voelde het al, zo klonk het al. Ja. Dat is eigenlijk natuurlijk verschrikkelijk. Heel macaber is dat. Ja, belachelijk dat het nog steeds gebeurt. En dat die mensen dat worden nodig dus, is om die aandacht eraan te geven. Maar ze worden dus vermoord omdat ze transgender zijn. Dat ze anders willen zijn gewoon. Dat is toch idioot? Nou, omdat ze zichzelf willen zijn. Dat is het eigenlijk. Ja, anders dan dat de maatschappij zou willen eigenlijk weer. Ja. Ja, want er staat ook, hier klas het net ook eventjes, uit onderzoek, ik weet niet welk onderzoek jullie refereren, maar blijkt dat mensen uit de LHBTI Plus gemeenschap zich niet goed vertegenwoordigd voelen in de media. En toen zei ik net eventjes in het voorgesprekje tegen jou... Nou goed, ik werk zelf al heel lang in de media. Ja. En bijna iedereen in de media, weet je ook, Arnoud, zeker achter de schermen, zijn bijna allemaal homoseksueel. Ja. Maar toch voelen ze zich, uit dat onderzoek blijkt dus dat ze zich toch niet goed genoeg... Ja, of is dat beeld niet zo? Hebben wij een verkeerd beeld? Dat kan ook. Nou, het gaat vooral om het beeld wat... jij hebt het dan denk ik eerder over achter de schermen. Omdat je er werkt. Ja, precies. En dit gaat meer over voor de schermen. Dus veel... weergaven zijn toch stereotyperend en stigmatiserend. Dus het is een beetje lachen met Geer en Goor. Niks te nadelen van Geer en Goor. Maar het is lachen met Geer en Goor. En dat is het dan, het beeld wat mensen hebben. Terwijl dat is natuurlijk één aspect van wie je bent. Nou, ik ben natuurlijk zelf ook homoseksueel. Daar heb ik ook wel wat moeite mee soms. Ja. He, als je dan van zo'n Canal Parade beelden ziet... met alle respect natuurlijk in leren pakjes gehuld en... kale hoofden en daar een beetje... Ja, daar voel ik mezelf... Daar ben ik ook niet. Nee. He, maar dat heb je natuurlijk in de hetero-gemeenschap natuurlijk ook. Ja. He, je hebt allerlei soorten en maten mensen. Ja. Nou ja, net wat ik zeg, daar is ook niks mis mee of op tegen natuurlijk. Maar er is meer te zien. Ja, er is meer te zien. En dat willen we eigenlijk met deze expositie ook laten zien. Ja. Wat we proberen je uit te beelden. Want we zien nu bijvoorbeeld een kunstwerk van jou met 3 foto's. En een groot paars vlak ertussen waarin punten zitten. Wat verstoord is. Is dat ook de gedachte erachter? Nou, de vormgeving is meer... ik heb geprobeerd om interessante objecten te maken die gewoon je aandacht trekken. Zodat je even denkt van, hé, wat is dat? Daar wil ik naar gaan kijken. Groot, bijna 3 meter hoog of zo. Ja. En dan foto's erbij en de teksten moeten het eigenlijk doen. Ja, teksten en de foto's. Want die foto's, dat is op deze beelden niet zo heel duidelijk te zien. Maar daar zit licht achter. Dus dat is, nu is het vroeg donker natuurlijk, al om een uur of 5 wordt het al donker. Dus dat springt wel lekker in het oog als je daar langs loopt op straat. Je zei net eventjes Lelystad, Regenboogstad. Ja. Is het echt zo? Is Flevoland of Lelystad een fijne provincie voor Flevoland is regenboogprovincie. Ja, dat gaat eigenlijk meer over beleid. Dus Lelystad en Almere zijn allebei regenboogstad in provincie Flevoland. En dat wil eigenlijk zeggen dat zij hebben specifiek beleid geschreven voor de emancipatie van LHBTI-mensen. Oké, je kan dat beleid natuurlijk allemaal wel schrijven, maar het moet ook in de praktijk uitvoerbaar zijn. Ja, en dit is dus een mooi voorbeeld van hoe dat in de praktijk wordt uitgevoerd. Oké, dus dat zeggen ze eigenlijk een beetje als ze dat ondertekenen en ze zeggen wij zijn regenboogstad, dan werken ze dus ook mee aan dit soort exposities bijvoorbeeld. Ja, op die manier uitzicht dat. Ja, dus het is echt wel meer dan dat alleen zeggen. Ja. Ja. Dus maar meerdere plekken te zien, hè? Ja, inderdaad. Deze in Lelystad zijn we bij Porteum te zien, bij de school. Dat is heel belangrijk, denk ik, hè, die plek. Ja. Ja. En dat combineren we ook met gastlessen over gender en seksuele diversiteit daar. En in het stadhuis, in de Westaantree en in de bibliotheek. Ja. Dit zijn, misschien heb ik het helemaal verkeerd, maar het lijkt alsof dit zijn best veilige plekken om dit te exposeren. Zou dit ook niet wat zijn om bij een voetbalvereniging... Nou, een school vind ik ook niet zo'n veilige plek, hoor. Nou, ja, nee, dat klopt. Daar zit wel wat in. Maar ik zou het ook bij een voetbalvereniging juist willen zien. Omdat, hè, bedoel, laten we er geen doekjes om winden. Dat zijn de sectoren waar nog het meest tussen haakjes vreemd tegen dit soort mensen aan wordt gekeken. Ja. Hè, en ik zeg dan bewust even deze soort mensen, omdat zij dat zo zeggen. Dat het allemaal anders is. Ja. Moet je daardoor juist niet wat meer naar de plekken toe gaan waar het minst geaccepteerd wordt? Ja, daar valt wat voor te zeggen, maar ik heb er hiervoor gekozen om juist eigenlijk plekken midden in de stad te hebben waar ook sowieso al veel mensen komen eigenlijk, van die doorstroomplekken. Maar er valt wat voor te zeggen om... Of gewoon buiten op straat, hè? Ja. Dat gewoon midden op het ja, dat je mensen echt confronteert met het normale eigenlijk van het niet normale. Ja, zo te zeggen. Of juist implementeren in het tussen haakjes normale. Van het is er gewoon, het hoort er gewoon bij. Het is niks anders, weet je. Het probleem is natuurlijk, het is voor heel veel mensen vanzelfsprekend. Wat we allemaal onszelf mogen zijn. Ja. Dat is een klein groepje en dat is natuurlijk overal zo. Maar wat best wel een grote groep is. Een klein groot groepje. Ja. Ja. Ja, ja, ik denk dat de meerderheid het accepteert. Maar dat zegt mijn gevoel. Ik weet niet of dat zo is. Hoe ervaren jullie dat? Uit onderzoeken komt wel naar voren dat het eigenlijk elk jaar wel steeds iets beter gaat met acceptatie. Gelukkig. Ja. Dus heel langzamerhand, te langzaam, raken we er toch mee vertrouwd dat het... Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Het gaat ook wel steeds een stapje verder natuurlijk. Hè? Want ik bedoel, toen ik uit de kast kwam was het zo... je bent homo of je bent lesbisch. Toen kwam er een transgender bij. En nu is het inderdaad het transformeren naar... Hè, die transformatie van man naar vrouw, van vrouw naar man. Dat was toen allemaal nog een beetje schimmig. Maar tegenwoordig durven mensen ook... je ziet het ook, een talentenjacht op televisie. Er staat een hartstikke leuke meid te zingen. En die zegt dan toch vol tranen nog... ja, ik moet wat bekennen, ik ben geboren als een jongen. Oh, die Sam destijds. Ja, bijvoorbeeld bij K2, K3 ook, was er ook zo'n... Weet je, het blijft nog steeds... Moeten we het dan nog wel gaan moeilijk benoemen? Ja, je moet er aandacht voor vragen, maar moet je het ook echt daadwerkelijk benoemen? Ja, dat is de vraag. Ja, het ligt maar net of je er zelf goed bij voelt, denk ik. Ja, ik denk wel dat het toch nog steeds belangrijk blijft... om ook die kleine groep te bereiken... die het nog niet zo makkelijk vindt om te accepteren. Want ja, door het niet te benoemen... om het niet bespreekbaar te maken... dan kom je helemaal geen stap verder natuurlijk. Dus maar weten we welke groep dat is? Ja. Nou, dat is eigenlijk heel breed in de bevolking. Dat is niet toe te spitsen op één specifieke groep. Nee, dat maakt het ook zo moeilijk natuurlijk. Ja. Hè? Anders zou je veel gerichte campagne kunnen voeren. Ja. 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 Hoe wordt er gereageerd op de expositie voor mensen? Want het was bij de opening was het behoorlijk druk nog wel. Hè? Er stonden ook gelijk al veel mensen te kijken. Ja, heel positief eigenlijk. Mensen zijn er wel enthousiast over. Wat ik wilde bereiken, dus dat iets heel kleurrijks en opvallends in de ruimte gelijk de aandacht trekt... Dat werkt ook. Mensen die... ik was toevallig net nog even in Stadhuis. Mensen worden er toch echt wel door getrokken. En zijn er wel positief over. Heb je ook nieuwe ideeën weer opgedaan? Nog niet. Nog niet. Nee, eerst dit maar eens even. Ja. Hoe lang blijven ze eigenlijk staan? Sowieso tot 12 januari. Okay. In Lelystad bedoel je dan? Ja, in Lelystad. Ja. En daarna? Daarna gaan we naar de gemeente Noordoostpolder. Ja. Ja. En bij welke plekken zijn daar uitgekozen om te gaan staan? Het Voorhuis waarschijnlijk? Sowieso het cultuurbedrijf, ook het stadhuis. Ja. En ik hoop daar dan ook in de winkelstraat locaties op te delen. Nou, dat zou heel fijn, heel mooi zijn, heel goed. En Urk? En op Urk, ook. Ja. Urk, Zeewolde, Dronten hebben we dan ook nog. Ja. Eigenlijk wel overal in de provincie te zien. Ja. Ja. Nu dus in ieder geval nog tot 12 januari te zien in Porteum, het stadhuis en de Flevolandbibliotheek. De expositie Extremely Normal. Ja, er is ook een website van, tenminste, je kan alle informatie vinden op de nieuwebibliotheek.nl. En dan vind je het onder de activiteiten. Dankjewel, Teunis Ruiten. Dank jullie wel.